Voor uw kinderen is er van alles geregeld, van consultatiebureau tot gespecialiseerde hulp. Als SGP zijn we blij met al deze goede maatregelen in onze kinderrijke gemeente. Maar ouders zijn en blijven verantwoordelijk. Ouders beslissen welke hulp ze voor hun kind willen. Waarom vinden wij het zo belangrijk om dat te benadrukken? De SGP ziet het gezin als hoeksteen voor de samenleving. Een hoeksteen, daar rust het gebouw op. Als in het klein het gezin het goed gaat, dan gaat het ook in het groot, de samenleving, goed. En dat kan nooit door de overheid worden vervangen. Daarom moet de verantwoordelijkheid niet overgenomen worden door de overheid, maar daar gelegd worden waar het hoort, bij de ouders. Ziet u ook de ouders als eerst verantwoordelijke opvoeders? Stem dan SGP. Dan zult u dit uitgangspunt terugzien bij belangrijke beleidsbeslissingen. Als je zorg nodig hebt, dan ben je kwetsbaar. Des te belangrijker is dat je dan juist zorg kunt kiezen die bij je past. De SGP heeft respect voor de levensovertuiging van cliënten en zet zich in om ruimte te geven aan identiteitsgebonden organisaties. Zorg die aansluit bij de overtuiging van cliënten en gezinnen is ook effectiever en dus goedkoper. Om de keuze van cliënten te garanderen, worden identiteitsgebonden zorgaanbieders betrokken in het aanbestedingstraject. Dat geldt ook voor kleine en nieuwe zorginstellingen. Zo wil de SGP er alles aan doen om zich in te zetten voor keuzevrijheid binnen de zorg. Vindt u persoonlijke vrijheid binnen het zorgaanbod ook belangrijk? Stem dan SGP.